Naar de tweede klasse, waar Antwerp gisteravond niet verder kwam dan een 2-2 gelijkspel tegen White Star Woluwe. Antwerp pakt zo amper 2 punten uit zijn laatste 5 wedstrijden. De Great Old stevend is af op een kleurloos seizoenseinde. Voor trainer Bart Willemsen alvast de kans om een en ander uit te proberen met het oog op volgend seizoen. De optie van Bojan Djordjic werd niet gelicht. De Servische Zweed zat gisteren niet eens in de kern. Middenvelders Ionescu en Defour moesten het stellen met een plaats op de bank. De meest opvallende vernieuwing in de opstelling van trainer Willemsen is er voor Oumar Diouck. De 17-jarige aanvaller kwam deze zomer over van Beerschot en tekende gisteren voor zijn eerste basisplaats. Zo'n jongen als Diouck, krijgt hij zijn kans met het oog op volgend seizoen al? Ja, Oumar, moet ik zeggen, heeft een heel goede periode achter de rug op training ook. Hij verdient echt deze kans. Hij is heel het seizoen al hard aan het werken. Het is een jonge gast, hij wil leren. Dus hij is zeker uit het goede hout gesneden en hij heeft het zelf verdiend, die kans. En heeft het ook goed gedaan. Ja, het is toch wel de bedoeling van die jongens zeker nog meer gelegenheid te geven. Ik heb dat niet slecht gedaan. Achter de spits blijven hangen en veel kansen gecreëerd. Het is een beetje een einde-seizoenswedstrijd voor Antwerp. Is het daarom dat jij nu je kans krijgt? Ik denk van niet. Ik denk gewoon door mijn prestaties tijdens de invalbeurten en tijdens de trainingen dat de trainer mij weer al kans geeft. Ja, ik ga gewoon voortwerken en elke training mijn best doen en zien dat ik nog kansen ga krijgen in deze ploeg. Dat Diouck kan leunen op een verdediging toont hij al na 5 minuten. Goed stoorwerk doet doelman De Vriend lossen. Het is Freddy Mombongo die profiteert. Hij schiet Antwerp naar een vroege 1-0 voorsprong. Kort daarna hoekschop voor de thuisploeg. De kopslag van Fibel treft de lat en botst aan de voor Antwerp foute kant van de lijn. Wedstrijd verwatert dan. Antwerp verdedigt vooral zijn voorsprong. Woluwe, in de stand 1 punt meer dan Antwerp, toont amper initiatief. Zo krijgen we eind maart al een eerste van een reeks eindeseizoenswedstrijden op de Bosuil. Ja, nee, we hebben nog veel te winnen, vind ik. Wij streven naar de 5e plaats. Wij willen de top 5 nog bereiken. Dat is het absolute doel. Dat vind ik wel toch zeker. Dat zijn we de supporters verplicht. C'est vrai que entre guillemets, il y a plus grand chose à jouer, mais on a quand même notre fierté, la fierté du club et pour les supporters. Donc on est chez nous à la maison, il faut qu'on prenne plus de points qu'un point contre le White Star qui était déforcé aujourd'hui. Donc je sais pas si c'est un match de fin de saison, mais en tout cas nous dans nos têtes on est vraiment triste et on a envie de renouer avec la victoire parce que même au niveau du sentiment on n'a pas le sentiment du travail accompli. Obviously towards the end of the season some players are tired, but you know I mean obviously that's not an excuse. We come out here, we work hard, we want to win every game, but obviously recently it hasn't been going our way, so we just got to keep patient and work hard and keep going and hopefully we can get a 3 point whenever. John Kofi, hij ging zelf niet vrij uit gisteren. De Manchester-huurling speelt een bleke partij en lijkt met zijn hoofd steeds minder bij Antwerp. U ziet dat ook aan John, dat is echt met hoogtes en laagtes, maar het is ook zo dat wij een samenwerking hebben met Manchester en wij willen dat ook respecteren en die jongens toch zoveel mogelijk de kans geven. Nu, het is wel zo dat John ja, ook een beetje over zijn hoogtepunt heen is. Hij is ook 19 jaar, dus het is misschien wel eens de moment om daar ook een wisselwerking te brengen. Well, hopefully at the end of the season I'm hoping to go back to Manchester and see what plans they've got for me. So, like I said, I'm looking to work hard here and go back and see what Manchester have got in store for me. So your dream is still Manchester? Yeah, of course. At the end of the day, I'm a Manchester player still, so obviously I'm trying to work hard and get into the first team there. But if not, hopefully play as highest level as I can in football. So yeah. Na de pauze brengt Van Four door onnodig balverlies ongewild terug schwung in de match. Keren in rechte lijn naar de jongen Van den Bossen. De Woluwe-spits heeft vervolgens een waanzinnig schot in huis. Van den Bossen, die de geblesseerde Defournie vervangt, is kansloos. Antwerp gaat dan iets uitdrukkelijker op zoek naar een goal. Het is Mombongo die met zijn tweede van de avond de Bosuil even kan verwarmen. Even, want 5 minuten later zorgt de ingevallen Loemba voor de ontnuchtering. Door concentratieverlies achteraan geeft Antwerp voor de tweede keer zijn voorsprong weg. Lambo heeft in de slotfase nog de 3-2 aan de voet. Zijn schot zoeft over. Zo blijft het 2-2. Lambo, volgend seizoen bij Lierse, wil in de resterende wedstrijden nog alles geven voor Antwerp. Moi, je veux gagner à chaque match. Et je pense que voilà, je montre sur le terrain que j'ai encore envie. Et le coach aussi estime ça, donc Il n'y a pas question de commencer déjà à parler de la saison prochaine. Ok, mais tu suis ce que l'IRSE fait dans les playoffs, je pense. Bah, je regarde un petit peu, bien sûr, je me tiens au courant des transferts, de ce qui se passe au niveau du LIRS, vu que je dois me préparer pour la saison prochaine. Maintenant, je pourrais vraiment penser qu'au LIRS dans 5 matchs. Wie wel nog onder contract ligt volgend seizoen is de trainer. Hij hoopt ook na de zomer in de Antwerpse dugout te zitten. Ja, ik heb een overeenkomst voor 18 maanden, dus ik ga ervan uit dat ik die 18 maanden ook uitdoe, zoals afgesproken. Er is afgesproken dat dit jaar het financiële primeerde op het sportieve. En ja, ik houd me altijd aan afspraken, dus ik werk gewoon verder. We hebben een goede groep, we hebben een goede technische staf. Ik werk goed samen met iedereen. Ik heb een zeer goed contact met Gunter. Dus maar het is wat het is.